Vanaf de 13e eeuw verschenen in Zeeland de eerste bakstenen kastelen. Veel van deze kastelen, die omringd waren door een gracht, zijn verdwenen. Slot Moermond bij de Nessen bestaat, hoewel het huidige kasteel uit de 16e eeuw stamt, nog wel. Hier zien we dan Slot Moermond, nu onderdeel van een hotelketen, gebouwd in 1513. Maar aan de overkant, daar ligt nu Moermond 1, gebouwd omstreeks 1230. En we zien daar de fundamenten van het oorspronkelijke kasteel. Slot Moermond bij de Nessen is een mooi voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling in de 13e eeuw. Na de introductie van de baksteen lieten de Zeeuwse edelen vanaf 1200 stenen kastelen bouwen, omringd door een gracht. De kastelen waren verdedigbaar en bewoonbaar. Dit in tegenstelling tot de houten mottenkastelen die de edelen tot die tijd gebruikten en waarvan bij Terra Maris bij Oostkapelle een replica te zien is. Men had behoefte om kastelen te gaan bouwen waar men permanent kon verblijven. Die modderkastelen waren eigenlijk bedoeld om je op terug te trekken bij een aanval. Men had ook een voorburcht. Nou, op die manier wilde men dat eigenlijk integreren in een stevig kasteel wat plaats bood aan de kasteelheer zelf, maar ook aan zijn personeel. Nou, daar heb je meer ruimte voor nodig. Je wil een steviger iets gaan bouwen en dan is baksteen natuurlijk zeer voor de hand liggend. Nou, op die manier kwamen deze kastelen tot stand. Zeeland telde aan het eind van de 12e eeuw vermoedelijk een paar honderd mottenkastelen. Van de moderne bakstenen kastelen werden er beduidend minder neergezet. Deze kastelen waren namelijk duur om te laten bouwen. En daarom konden alleen de belangrijkste en rijkste ambachtsheren zich zo'n complex veroorloven. De edelmannen die een stenen kasteel hadden, werden nu nog belangrijker en machtiger. Zij konden ook de inwoners van het omringende gebied bescherming bieden. Tot de belangrijkste edelen behoorden nog slechts een aantal geslachten, met namen die we vaak ook nu nog kennen. Van Borselen, van Haamstede, van Kruiningen en van Renesse. Het eerste kasteel op deze plaats is dus omstreeks 1230 gebouwd, door Corstijn van Renesse. Helaas zijn de fundamenten door begroeiing moeilijk te zien, maar in het dorp Baarland op Zuid-Beveland vinden we nog wel de gereconstrueerde fundamenten van kasteel de Hellenburg uit dezelfde periode. Hier is de indeling van zo'n vroeg bakstenen kasteel goed te zien. Een woontoren, een donjon, vormde het belangrijkste deel. Daaromheen hoektorens en muren en dus een gracht. Zowel de Hellenburg als het eerste slot Moermond werden binnen anderhalve eeuw weer verwoest. Moermond in 1297. Het tweede kasteel werd hier vermoedelijk omstreeks 1330 gebouwd door Arnoud van Haamstede en ging in 1454 voor het grootste deel verloren. Het huidige slot is uit 1513 en werd gebouwd in opdracht van Jacob van Seroskerke. Nou, toen werd het kasteel voor de derde keer dus herbouwd en heeft men gebruik gemaakt van een gebouw wat er nog stond, het gebouw wat hier achter ons ligt. Rechts zien we de donjon, die is verbouwd, geïntegreerd in de nieuwbouw. Die donjon is nog opgetrokken in oude kloostermoppen, grote bakstenen. En links zien we de aanbouw in modernere, kleinere stenen. Het kasteel van de familie van Renesse werd dus twee keer verwoest en weer herbouwd, maar bestaat nog steeds. Dat geldt lang niet voor alle Zeeuwse kastelen uit de middeleeuwen. Van het stamslot van de Van Borselens bij Borselen resteert alleen nog de Kasteelberg. Ook Wolferts residentie, kasteel Zandenburg bij Veren, is al lang verdwenen. Net als het kasteel van Wessoeburg en het kasteel van Sluis, dat we alleen nog van oude tekeningen kennen. Kastelen waren natuurlijk bedoeld om je op terug te trekken en te verdedigen als je werd aangevallen. Maar er kwamen gelukkig vrediger tijden. En deze kastelen waren dus eigenlijk niet meer zo nodig om je nou echt te verdedigen. En kastelen zoals die toen gebouwd werden, waren gewoon niet zo comfortabel. En daarom hebben we helaas ook uit de 13e eeuw geen kasteel meer in Zeeland. Maar door heel Zeeland zijn de restanten van de oude kastelen nog wel zichtbaar.
In Baarland dus de fundamenten van de Hellenburg. En daar lieten iets verderop particulieren het slot Baarland herbouwen. Van slot Haamstede is de woontoren nog origineel. En van kasteel Westhoven bij Oostkapelle zijn ook nog delen van de middeleeuwse voorburcht zichtbaar. Vanaf de 13e eeuw bouwden de belangrijkste ambachtsheren van Zeeland bakstenen kastelen. Hoewel het huidige kasteel niet het origineel is, herinnert slot Moermond bij Renesse aan deze periode.